We komen erin in de eerste set bij een 13-14 stand in het voordeel van Meijnen. Opslag Roeselaren van spelverdeler Frank de Pestle. En de score van Steve Roeland, de opposite, dus de hoofdaanvaller van Meijnen. Paas achteruit. Middenman Stanko komt een beetje te laat en Roeland naast het blok van Benjamin Hardy. 13-15 dus. Chris Stange al jaren aan de spelverdeling bij Meijnen met de serve. De stop van Callebaert. En dan Hardy, maar bal leek buiten, maar heeft de netrand geraakt. Dus 13-16. Opnieuw Tangen. Blok van Ward Loijsson. En dan opnieuw Steve Roeland langs de lijn. En kloofje 13-17. 4 punten kloof. Langs Contreras. Goeie eerste set van Steve Roeland bij Meijnen. Veelvuldig aangespeeld hier. Hoho en Callebaert. Wachtend op die serve. Contreras op positie 4. Bal leek vrij ver naar de antenne. Maar vindt nog een gaatje tussen de antenne en Steve Roeland. 14-17 dus. Opnieuw kans voor Meijnen. En Van Dalen, Gaël Van Dalen, een van de nieuwe Fransen bij Meijnen, die scoort. Tussen Stanku en Hoho door. 14-18. Van Dalen mag zelf gaan serveren. Via het net. En Hoho dan via het blok buiten. Christophe Hoho ook heel veel aangespeeld in deze eerste set. Opslag. Stanku. En Ward Loijsson, die overgekomen is van Roeselaren naar Meijnen. Mooi door het midden. En 15-19, Meijnen behoudt die 4 punten kloof. Hier nog eens mooie korte aanval van Ward Loijsson. We hebben een klein sprongetje gemaakt. Het staat inmiddels 21-23. En Benjamin Hardy slaat zijn serve in het net. Dat betekent setpunt voor Meijnen, 21-24. En toch een kleine verrassing dat Roeselaar hier in de openingsmatch de eerste set allicht moet prijsgeven. Opslag Gaël Van Dalen. En Hoho stelt het nog even uit. Maar opnieuw kans dus voor Meijnen om de set uit te maken op de serve van de Roemeen Sergiu Stanku. Meestal een float serve. Slechte stop. En kansen nu voor Roeselaren. Ja, ja, Contreras. 23-24. Het is nog niet gedaan. Naast en over het blok van Roeland en Loijsson. En dit kan het misschien worden. Opnieuw Contreras. En is die bal buiten. Scheidsrechter geeft hem binnen. 24-24 dus. Dat gaan we in de herhaling nog eens beter bekijken. De Pestle met een verre paas richting zijn hoofdaanvaller. Die bal lijkt me toch buiten te gaan. En discussie bij de scheidsrechter. Ja, en hij herroept zijn beslissing. Ja, de lijnrechter heeft dus gezegd dat hij het niet kon zien. En het punt wordt opnieuw gespeeld tussen 23-24.
Nog altijd setpunt dus voor Roeselare. Stop van Van Kalster. Dat is jammer, daar zaten kansen in voor Roeselare nu. Allicht toch. Nee, kunnen weer gaan bouwen. Contreras, ook goede verdediging. En nu Steve Roeland en via het blok buiten. En toch setwinst. Voor... We zitten op 18-15 in set 2. Set waar Mene heel wat minder goed acteert dan in die eerste set. Contreras maakt er 19-15 van. Loijsson wat laat met het middenblok. De Pestle. Goeie verdediging van Callebaert. Roeland op het blok en die bal valt net binnen. Blok van Stanku. En Contreras was dat. Gaan we het nog eens bekijken. En die bal valt dan net binnen. 20-15. Optie opzetwinst voor Contreras en zijn maats. 5 punten kloof. Nu nog 4 na die gemiste serve van Frank de Pestle. Koenen die zijn aanvallers nog wat toefluistert. En de opslag is van de Fransman. Gael van Dalen. Maar dat levert Roeselare zelfs een punt op. Voetfout was dat. Duidelijk te zien, net op de lijn. En Loijsson via een verdedigende hand. Maar de kloof blijft. 4 punten. Sergio Stanku. Floatsurf van Ward Loijsson, waar Manu Callebaert de eerste set behoorlijk wat moeite mee had. Ja, nu ook. Pakt hem vaak bovenhands in verdediging. Gael van Dalen, maar die vindt een driemansblok voor zijn neus. En daar komt hij niet doorheen. 22-17. Nog eens die aanval van achter de 3-meterlijn, maar een muur voor hem. En Roeselare op 3 puntjes van setwinst. Verkleint dat nog wel wat met het punt van de andere Fransman. Guillaume Marion, overgekomen van Saint-Brieuc. Dominique Baens geeft nog wat tips aan Stanku, die even langs de kant staat. Zware opslag van Steve Roeland. Maar... Christophe Hoho. 23-17. Moest zich wat inhouden, Marion. Hoho opnieuw. Ja, ja. We staan op setpunt voor Roeselare. Hebben zich goed hersteld van... Toch die kleine opdoffer in de eerste set. Die ze moesten laten aanmenen. En Hoho via het blok. Setpunt voor Roeselare met kapitein Ivan Contreras. Wat ingehouden. Slechte stop van Van Dalen. En de Pestle en Marquez maken de set uit. 25-18. Gaan we het nog eens zien. Slechte stop dus van Gael Van Dalen. En setwinst voor Roeselare. De derde set hebben we laten lopen. Die werd makkelijk door Roeselare gewonnen met opnieuw 25-18 cijfers. En we pikken in set 4. Benjamin Hardy maakt er hier net 9-11 van. Menen dus op voorsprong. De Pestle serveert uit. 9-12. En terug het geloof in de ploeg bij Mene. Die een serieuze dip hadden in set 3.
zeer matig presteerden. Vooral hun Franse hoekaanvallers Marion en Van Dalen die er moeilijker doorheen kwamen. Hier Gaël Van Dalen van Cannes overgekomen. Stijn Koenen in de verdediging, inmiddels ook op het veld. En scoren van Guillaume Marion, de 1,96 meter grote hoekaanvaller. Die het prima doet in deze set weer. Hoog opverend. En 9-13. De kloof groeit tot 4 punten. Ja, Contreras raakt er moeilijk door. Steve Roeland. En Benjamin Hardy in het blok. En zo wordt het zowaar 9-15. Nog eens Hardy in het blok van Marion. Stijn Koenen mag weer gaan serveren. Inmiddels ja, Rubacek. De Tsjech die invalt voor de wat falende Benjamin Hardy. Gaat de Tsjech het dan rechttrekken voor Roeselare. En veel floatsurfs naar Manu Callebaert. Die inderdaad vooral in de eerste set daar heel veel moeite mee had. En opnieuw Ivan Contreras buiten. En het meegekomen supporterslegioen van Menen gelooft er volop in. We gaan naar een tiebreak, zo lijkt het erop, want de kloof is inmiddels toch al 6 punten. En opnieuw slaat Contreras buiten, 9-16. Menen in één ruk van 9-10 naar 9-16. Dat is een stevige reeks en misschien komt er nog een puntje bij. Steve Roeland, nee, op het blok. 10-16. Dennis van Kalster. Jaren libero bij Roeselare, nu bij Menen. En onmiddellijk tegen zijn ex-ploeg. Rubacek met de serve. Ja, Marion op dit moment niet te houden. Krijgt dan ook veel ballen van Chris Tange. 10-17. Voluit risico in die serve van Steve Roeland. Bal naar Hoho. Maar verdedigd. En een beetje met geluk Steve Roeland. Maar het wordt wel 10-18. 8 punten kloof in het voordeel van Menen. Onze eerste afspraak hebben we dit weekend gemaakt in Roeselare. Daar hebben ze nu ook een voetbalploeg in eerste klasse. Maar het zal nog een tijdje duren vooraleer die het even goed doet als de volleyballers. Die beleefden vorig seizoen onwaarschijnlijk mooie tijden. Landskampioen, bekerwinnaar, winnaar van de Supercup, speler van het jaar en trainer van het jaar. U mag proberen een prijs te verzinnen die ze in Roeselare niet hebben gewonnen. En dus moet er nu bevestigd worden. Altijd lastig na zo'n superjaar, zeker als Menen de eerste tegenstander is. Menen speelde vorig seizoen de halve finales van de play-offs en is ook nu een outsider voor de titel. Mark Willems. Roeselare kon zijn kern van vorig seizoen grotendeels bij elkaar houden en is zelfs nog versterkt onder meer met deze Tsjech Tomas Rubacek, overgekomen van het Italiaanse Ferrara. En ook met de middenman Duitser Armin Dewes. Roeselare dus logisch topfavoriet voor de nieuwe competitie. Ik ben daarmee akkoord, maar ik heb daar geen probleem mee hoor. Maar ik vind het iets te gemakkelijk van de andere ploegen in die zin. Het is niet omdat je nieuwe spelers bent dat je verzwakt bent. Integendeel, als die nieuwe beter zijn dan de oudere, dan heb je een betere ploeg. Dus ik vind het eigenlijk een voordeel alleen in het begin van het seizoen dat je met een kern kan verder werken. Ik zeg alleen het volgende, wij zijn sterker dan vorig jaar. En de rest, ja oké, okay, dat zien we dan wel. Tegenstander vandaag, Menen, is serieus gewijzigd, maar is misschien ook wel sterker. Is sterker geworden, zonder meer.
We hebben ze in de voorbereiding gezien. We hebben ze vorige week bezig gezien. Sterkere ploeg, zoals nog veel andere ploegen versterkt zijn. Dat is alleen maar positief, denk ik. Dus hopelijk een leuke openingsmatch. Ja, ik denk een spannende openingswedstrijd en misschien de aanzet voor een heel spannende competitie. We komen erin in de eerste set bij een 13-14 stand in het voordeel van Mene op slag Roeselare van spelverdeler Frank de Pestele. En de score van Steve Roeland, de opposit, dus de hoofdaanvaller van Mene. Paas achteruit. Middenman Stanko komt een beetje te laat en Roeland naast het blok van Benjamin Hardy. 13-15 dus. Chris Stange al jaren aan de spelverdeling bij Mene met de serve. De stop van Callebert. En dan Hardy, maar bal leek buiten, maar heeft de netrand geraakt. Dus 13-16. Opnieuw Tangen. Blok van Wart Loijsson. En dan opnieuw Steve Roeland langs de lijn. En kloofje 13-17. 4 punten kloof. Langs Contreras. Goeie eerste set van Steve Roeland bij Mene. Veelvuldig aangespeeld. Hier Hoho en Callebert. Wachtend op die serve. Contreras op positie 4. Bal leek vrij ver naar de antenne. Maar vindt nog een gaatje tussen de antenne en Steve Roeland. 14-17 dus. Opnieuw kans voor Mene. En Van Dalen, Gaël Van Dalen, een van de nieuwe Fransen bij Mene, die scoort. Tussen Stanku en Hoho door. 14-18. Van Dalen mag zelf gaan serveren. Via het net. En Hoho dan via het blok buiten. Christophe Hoho ook heel veel aangespeeld in deze eerste set. Opslag. Stanku. En Wart Loijsson, die overgekomen is van Roeselare naar Mene. Mooi door het midden. En 15-19, Mene behoudt die 4 punten kloof. Hier nog eens mooie korte aanval van Wart Loijsson. We hebben een klein sprongetje gemaakt. Het staat inmiddels 21-23. En Benjamin Hardy slaat zijn serve in het net. Dat betekent setpunt voor Mene, 21-24. En toch een kleine verrassing dat Roeselare hier in de openingsmatch de eerste set allicht moet prijsgeven. Opslag Gaël Van Dalen. En Hoho stelt het nog even uit. Maar opnieuw kans dus voor Mene om de set uit te maken op de serve van de Roemeen Sergiu Stanku. Meestal een float serve. Slechte stop. En kansen nu voor Roeselare. Ja, ja, Contreras. 23-24. Het is nog niet gedaan. Naast en over het blok van Roeland en Loijsson. En dit kan het misschien worden. Opnieuw Contreras. En is die bal buiten? Scheidsrechter geeft hem binnen. 24-24 dus. Dat gaan we in de herhaling nog eens beter bekijken. De Pestele met een verre paas richting zijn hoofdaanvaller. Die bal lijkt me toch buiten te gaan. En discussie bij de scheidsrechter.
En hij roept zijn, herroept zijn beslissing. Ja, de lijnrechter heeft dus gezegd dat hij het niet kon zien. En het punt wordt opnieuw gespeeld tussen 23-24. Nog altijd setpunt dus voor Roeselare. Stop van Van Kalster. Dat is jammer. Daar zaten kansen in voor Roeselare nu. Allicht toch. Nee. Kunnen weer gaan bouwen. Contreras. Ook goede verdediging. En nu Steve Roeland en via het blok buiten. En toch setwinst voor Menen 23-25 na een wat langere rally waar Roeselare tot twee keer toe kans had om te scoren. Maar telkens het blok van Menen op zijn weg vond. Gaan we het nog eens zien. De stop van Van Kalster matig. Hier was dan een kans, maar slecht gespeeld. Van Marquez was dat. En dan paas naar Contreras op het verdedigend blok. En dan Koenen achteruit naar Roeland. En die scoort en 23-25. We zitten op 18-15 in set 2. Set waar Menen heel wat minder goed acteert dan in die eerste set. Contreras maakt er 19-15 van. Loyson wat laat met het middenblok. De Pestle. Goeie verdediging van Callebaert. Roeland op het blok en die bal valt net binnen. Blok van Stanku. En Contreras was dat. Gaan we het nog eens bekijken. En die bal valt dan net binnen. 20-15. Optie opzetwinst voor Contreras en zijn maats. 5 punten kloof. Nu nog 4 na die gemiste serve van Frank de Pestle. Koenen die zijn aanvallers nog wat toefluistert. En de opslag is van de Fransman. Gael van Dalen. Maar dat levert Roeselare zelfs een punt op. Voetfout was dat. Duidelijk te zien net op de lijn. En Loyson via een verdedigende hand. Maar de kloof blijft. 4 punten. Sergio Stanku. Floatsurf van Ward Loyson, waar Manu Callebaert de eerste set behoorlijk wat moeite mee had. Ja, nu ook. Pakte vaak bovenhands in verdediging. Gael van Dalen, maar die vindt een driemansblok voor zijn neus. En daar komt hij niet doorheen. 22-17. Nog eens die aanval van achter de 3-meterlijn, maar een muur voor hem. En Roeselare op 3 puntjes van setwinst. Verkleint dat nog wel wat met het punt van de andere Fransman. Guillaume Marion, overgekomen van Saint-Brieuc. Dominique Bains geeft nog wat tips aan Stanku, die even langs de kant staat. Zware opslag van Steve Roeland. Maar Christophe Hoho. 23-17. Moest zich wat inhouden, Marion. Hoho opnieuw. Ja, ja. We staan op setpunt voor Roeselare. Hebben zich goed hersteld van toch die kleine opdoffer in de eerste set. Die ze moesten laten aanmenen. En Hoho via het blok.
setpunt voor Roeselare met kapitein Ivan Contreras. Wat ingehouden. Slechte stop van Van Dalen. En De Pestle en Marquez maken de set uit. 25-18. Gaan we het nog eens zien. Slechte stop dus van Gael Van Dalen. En setwinst voor Roeselare. De derde set hebben we laten lopen. Die werd makkelijk door Roeselare gewonnen met opnieuw 25-18 cijfers. En we pikken in set 4. Benjamin Hardy maakt er hier net 9-11 van. Menen dus op voorsprong. De Pestle serveert uit. 9-12. En terug het geloof in de ploeg bij Menen. Die een serieuze dip hadden in set 3. Zeer matig presteerden vooral hun Franse hoekaanvallers. Marion en Van Dalen die er moeilijker doorheen kwamen. Hier Gael Van Dalen. Van Cannes overgekomen. Stijn Koenen in de verdediging. Inmiddels ook op het veld. En scoren van Guillaume Marion, de 1,96 meter grote hoekaanvaller. Die het prima doet in deze set weer. Hoog opverend. En 9-13. De kloof groeit tot 4 punten. Ja, Contreras raakt er moeilijk door. Steve Roeland. En Benjamin Hardy in het blok. En zo wordt het zowaar 9-15. Nog eens. Hardy. In het blok van Marion. Stijn Koenen mag weer gaan serveren. Inmiddels ja, Rubacek. De Tsjech die invalt voor de wat falende Benjamin Hardy. Gaat de Tsjech het dan rechttrekken voor Roeselare. En veel floatsurfs naar Manu Callebaert. Die inderdaad vooral in de eerste set daar heel veel moeite mee had. En opnieuw Ivan Contreras buiten. En het meegekomen supporterslegioen van Menen gelooft er volop in. We gaan naar een tiebreak, zo lijkt het erop, want de kloof is inmiddels toch al 6 punten. En opnieuw slaat Contreras buiten, 9-16. En hoog tijd voor een time-out, van ja, technische time-out uiteraard op 16. We gaan luisteren naar Dominic Baens. Thomas, where is Thomas? Thomas, you start with three. At the moment that he touch a ball, only you two and passing. You go out. Come on, guys! Come on, back here! Dominic Baens met schor geschreven stem. Menen in één ruk van 9-10 naar 9-16. Dat is een stevige reeks. En misschien komt er nog een puntje bij. Steve Roeland. Nee, op het blok. 10-16. Dennis van Kalster. Jaren libero bij Roeselare, nu bij Menen. En onmiddellijk tegen zijn ex-ploeg. Rubacek met de surf. Ja, Marion op dit moment niet te houden. Krijgt dan ook veel ballen van Chris Tange. 10-17. Voluit risico in die serve van Steve Roeland. Bal naar Hoho. Maar verdedigd. En een beetje met geluk Steve Roeland. Maar het wordt wel 10-18. 8 punten kloof in het voordeel van Menen.
team play. Okay, you are ready to play? We hebben een klein sprongetje gemaakt. Het staat 17-23, Menen op 2 puntjes van de tiebreak. En dat is maar 1 puntje meer, want Marion slaat de bal via het blok buiten 17-24. Heel wat setpunten dus voor Menen. Stijn Koenen mag de eerste serveren. Maar Rubacek stelt het nog wat uit. Goeie invalsbeurt van de Tsjech. Linkshandig. En gaat nu zelf serveren. Moet uiteraard risico nemen met die serve. Dat leek bijna een voetfout. En een blok van Armin Dewes, de Duitser, die inmiddels ook als middenman op het veld is gekomen. Bal valt gelukkig voor Roeselaar net binnen. Ruim binnen, mogen we zeggen. En weer een blok. Hoho en Dewes. Nu goed, de kloof is immens. Het zal toch niet meer gebeuren dat Roeselaar dat nog dicht krijgt. Van Kalster klaar in verdediging. De stop is heel slecht van Van Dalen. En Dewes maakt het met een smash af. Druk via de serve van Tomas Rubacek. Zien we het nog eens. Slechte stop van Van Dalen. En dan een makkelijk scoren voor Armin Dewes. Marion dan. En die vindt ook al een blok op zijn weg. Contreras en Dewes. Ja, wat gebeurt hier nu allemaal? En het publiek van Roeselare gelooft er plots ook weer in dat het zelfs in deze set kan afgelopen zijn. ...22-24. Rubacek nog altijd aan surf. En dan Roeland via het blok buiten. En dan is het toch gedaan. En Menen wint zo. Zien we het nog eens. Stop van Geil van Dalen. Paas achteruit. Dewes te laat. En Roeland via het blok van Contreras buiten. 22-25. We beginnen de tiebreak bij een 8-9 stand in het voordeel van Menen. Menen links in beeld. Rubacek brengt de bordjes gelijk. 9-9. Tussen het blok van Koenen en Roeland door. Deze Tsjech, zoals ik zei, overgekomen van het Italiaanse Ferrara. De Pestle met de surf. Een listige opslag. En bal in het blok. 10-9 voor Roeselare. En time-out gevraagd door Alain Dardenne, de coach van Menen. Ja, waarschuwt zijn spelers voor de opslag van Frank de Pestle dat hij allicht weer met zo'n listige opslag gaat uitpakken. 10-9 dus de stand. Spanning te snijden in Schiervelde. Niet helemaal volgelopen, maar toch heel wat publiek voor deze openingswedstrijd. Van Dalen buiten. 11-9.
En voor het eerst in deze tiebreak een 2-punten-kloof. Is dit al een optie op de winst? Ja, nog één time-out heb ik, vraagt Dominique Baeyens. En nog altijd Frank de Pestele met de opslag. Maar die gaat buiten. 11-10 dus. Maar nu kan Roeselare weer scoren, want de opslag komt van aan de overkant. Met Gael van Dalen. Nee, nog niet gedaan. Contreras tegen het blok, maar het spel gaat door. Steve Roeland scoort wel en 11-11. Het wordt bijzonder spannend in deze tiebreak. Hier nog eens de smash van Roeland. Via Contreras tegen de antenne en punt dus voor Menen. 11 gelijk staat het. Van Dalen opnieuw aan surf. Slechte stop van Rubacek. Maar kan het nu rechtzetten. Contreras. En een netfout van Steve Roeland. En zo is het punt voor Roeselare 12-11. Rubacek. Gaat hij weer voluit. Niet echt, maar wel een moeilijke stop. Dat was Marion en die mag het opnieuw doen. Nee, bal gaat naar Roeland. In het achterveld teruggebracht door Rubacek. Contreras dan. En dan Koenen. Kort achter en... Het is nog helemaal niet gedaan. Kijk nog eens naar die fase. Mooi gedurfd. Op dit moment van de wedstrijd kort achtergespeeld naar Stijn Koenen. En Davis dan. Ook eerste tempo bij Roeselare. 13-12. De Duitser Armin Davis. Langs het blok. Van Ward Loijsson. Het zal van details afhangen. Een goed blok, verdedigend blok, zodanig dat men kan opbouwen. Ja, ja, Steve Roeland, 13 gelijk, ja, ja. Eenmansblok. Marques te laat en... Ingehouden opslag. Ja, Marques hoog boven Ward Loijsson. En matchpunt voor Roeselare. Hier nog eens die score van de Venezolaan. Niet te stoppen. 14-13 en eerste wedstrijdpunt voor Roeselare. Geserveerd door Ivan Contreras. Verdediging van Callebaert en dat is misschien de kans. Contreras. Via het blok en het is over 15-13 in de vijfde set. Het heeft heel wat moeite gekost voor Roeselare. Maar ze winnen uiteindelijk wel hun openingspartij tegen...